Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag maandag 11 december en het is volgens mij de 19e Vlogmas alweer. En als je er veel zin hebt, zou ik het heel leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Nou, de vlog voor jullie al gisteren, die vandaag voor mij vandaag, die gaat dus later online komen. Want er zijn allemaal juffen ziek, dus er komen straks kinderen in mijn klas en ik moest heel chaotisch dingen regelen, want het was mijn oude groep. Dus daardoor lukt het me niet om nog even de vlog een stukje te editen, dus ik hoop dat ik dat na school kan doen. In ieder geval, vandaag weer een nieuwe week. Gisteren hebben we de hele dag verhuisd in een nieuw huis en ik moet nu even de planning in orde maken. En dan gaan we aan de slag. Dus ik ben even aan het kijken. Oh, ik zit een week verkeerd. Ik dacht al, deze week ook niet. Dus ik ga nu even snel het bord in orde maken, zodat dat maar is gedaan. Vorige keer hebben we les 1 gedaan, maar les 1 noemen we natuurlijk altijd met plaatjes en de woordzoeker. Toen hebben we het gehad over lastige samenstellingen. Je hoort dus niet altijd welke letters je moet schrijven. Bijvoorbeeld bij het woordje fietssleutel hoor je niet dat je namelijk twee S'en schrijft. Schrijf op fietssleutel. Kerst is de leukste feestdag in het jaar. Schrijf op feestdag. En daar hoor je dus ook niet de t en de, maar ze zijn er wel allebei. Feestdag. Hij stond met zijn voet in de hondenpoep. Echt een pechgeval. Schrijf op pechgeval. En dat klinkt een beetje gek, want je hebt g en een g. Kijk maar op het bord. Pechgeval. Door die leuke kerstboom in de klas kom ik al helemaal in de feeststemming. Schrijf op feeststemming. Kijk goed hoe je hem schrijft. Feeststemming. Nou, ik heb nu pauze. Ja, ik lijk wel gek. Ik ga dus nu de vlog editen en ondertussen mijn tosti eten. Zodat hij gewoon online kan komen. Ik kan er gewoon niet tegen als hij niet online staat. Dus ik ga nu die vlog editen, zodat hij hopelijk toch nog vandaag online kan komen. En ondertussen even lekker eten. Dank je. Oké, wat we gaan doen. We gaan een kerstkaart schrijven voor ouderen. En daarbij hoort een kleine instructie. Want waarom doen we dat eigenlijk? Nou, als je een kaartje krijgt, maakt niet uit of je oud of jong bent. Wat voel je dan? Of wat is er leuk aan om een kaartje te krijgen? Ja. Waarom is het anders dan een appje bijvoorbeeld? Het is zelfgemaakt. Het is persoonlijk, inderdaad. En meer moeite voor, heel goed. En waarom doen we het dan speciaal voor oudere mensen? Ja, heel goed. Nou, en wat is eenzaamheid eigenlijk? Heb ik hier staan. Iemand is eenzaam als hij minder sociale contact heeft dan dat hij eigenlijk zou willen. En ik had het bijvoorbeeld toen ik nog in de supermarkt werkte, weet ik nog heel erg goed. Dan kwamen er oude mensen aan mijn kassa en die bleven dan extra lang even praten. Waarom denk je dat ze dat doen? Heel goed. Nou, het betekent dan ook heel veel voor die mensen om even een praatje met elkaar te maken. Dat is voor die oude mensen heel erg belangrijk. En eenzaamheid is eigenlijk iets anders dan alleen zijn. Er zijn namelijk ouderen die veel alleen zijn, maar zich niet eenzaam voelen. Aan de andere kant zijn er ook ouderen die best wel veel bezoek krijgen, maar zich toch heel erg eenzaam voelen. Dus dat is het verschil. Nou. Nou, de dag is voorbij. Ik heb net even de rekentoetsen nagekeken. En ik heb ze gelijk eventjes ingevoerd. En ik heb echt heel veel trek, maar ik heb dus helemaal niks. Of misschien heb ik een appel. Ik ga wel even een appel nemen. Niet dat dat heel erg werkt, maar ja. Ja, ik ga nu eventjes die hard even wat werk doen. En voor de kerst moet ik wel een aantal dingen af hebben. Dus ik ga dat nu eventjes huppakee er allemaal doorheen doen.
Eerst even lekker een appeltje eten. Nou, wij hebben dus vandaag ook kerstkaarten geschreven voor ouderen. Echt zo mega leuk om te doen. Ik wilde ze laten zien, maar ik heb ze net al beneden ingeleverd. Dus nu ga ik echt aan de slag. Nou, meestal doen dus kinderen uit mijn klas het bord. Ik heb de laatste tijd echt heel erg dat mijn stem heel vaak overslaat. Maar nu heeft niemand dat gedaan. Dus nu ga ik even het bord doen. En ik vind dat echt een stom taakje. Maar ja, de kinderen in mijn klas vinden het heel leuk om te doen. Dus morgen moet ik weer iemand hebben die het gaat doen. Een paar meiden uit mijn klas leren dus Spaans. Echt super leuk dat ze dat doen. En ik ga dus nu even dat werk nakijken. Maar zo leren ze dus een beetje de basic. En dit mogen ze dus doen als hun werk klaar is. Echt heel erg leuk. En ze hebben ook een cd erbij, zodat ze ook kunnen luisteren. Nou, ik ben klaar met werk. En ik sta dus even voor de action. Want ik wilde even nog wat dingetjes halen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon nu doen. Niet heel handig dit tijdstip, maar ja. Ik ga snel even naar de Action en ik dacht, dan laat ik jullie even zien wat ze nu een beetje hebben bij de Action. Als jullie dat leuk vinden. Dit is wat ik heb gekocht bij de Action. Als eerst heb ik deze deurstopper gekocht. Want in de woonkamer tocht het echt enorm. Alleen dit dacht ik dus was best wel groot. Ik vind het er een beetje raar uitzien. Dus ik moet even vragen aan... Nou, de camera was leeg. Maar die deurstopper zag er een beetje raar uit. Dus dan moet ik even aan mijn vriend vragen wat hij ervan vindt. Nou, verder heb ik dit ding voor wc-rollen. Ik dacht dat is wel handig voor op de wc. Dan heb ik dit prullenbakje. Maar ik denk dat ik het dus op de badkamer ga zetten. Want ik heb er altijd mijn badjes en zo. Dan moet ik eerst even die sticker eraf halen. Nou, we hebben hier dus de vaatwasser staan. En ik dacht, zo'n zak, dat ziet er echt niet leuk uit in de keuken. Dan dacht ik, dan doe ik ze gewoon hierin. Dus ik kan volgende keer alleen wat meer kopen. En dan zet ik ze zo op de vaatwasser. Nou, 100 keer beter. Dan zo'n zak. Nou, dan verder heb ik deze bakjes gekocht om spullen te ordenen. En ik had dus deze placemats gezien, maar ik weet dus echt niet of het leuk is. En ik wil deze dus heel graag als nachtkastje, maar ik weet niet of mijn vriend het wil, dus ik moet het even vragen. Maar hij reageerde niet. Want we hebben nu deze en die vind ik net niet leuk. Maar ik dacht, is zwart op zwart, is dat niet heel raar? Volgens mij ziet het er raar uit. Moet ik ook even vragen aan mijn vriend. Dit is alweer eventjes geleden, maar we hadden dus dit lampje gekocht. Die was toen met Black Friday was die afgeprijsd. En we dachten heel leuk als nachtlampje. Zodat je niet het grote licht aan hoeft te doen. Alleen we hadden er nog geen lampje zelf voor. Dus ik dacht ik koop er gewoon één bij de Action. Ik weet niet of dat goed is. En ik hoop ook dat het de goede is, want ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar dit zag er klein uit en ik wist dat dit ook klein was. Nou, volgens mij past die. Het geeft wel veel licht. Dus het lampje doet het in ieder geval. Ik heb even bij mijn moeder gegeten. En ik heb daar dus gelijk ook even het mini kerstboompje even opgehaald. En ik ga hem toch maar eventjes opzetten. Ik weet nog niet precies waar ik hem nou wil. Maar ik ga het gewoon eventjes doen. En dan ga ik wel even later aan mijn vriend vragen of hij het ook leuk vindt. En anders haal ik hem gewoon weer weg.
het kerstboompje staat. Ik vind het eigenlijk best wel cute. Ik ben benieuwd wat mijn vriend ervan vindt. Zo ziet het eruit.